Beste studenten, hartelijk welkom weer een nieuwe rekenuitleg. In deze video laat ik je zien hoe je kunt rekenen met, kunt omrekenen van breuk naar decimaal getal, naar procent en ook naar verhouding. Nou, ik heb een tabelletje en onderaan de tabel staat breuk, hoe kun je daar naar decimaal getal? Er staat bij, door boven te delen door onder is decimaal getal. En als je een breuk hebt en dan boven deel door onder keer 100, krijg je procent. Nou, we gaan het schema invullen en waarschijnlijk zal het je allemaal wel gaan lukken dan. Nou, als er staat verhouding 1 op 4, betekent dat dus eigenlijk als breuk 1 vierde. Dus 1 van de 4. 1 vierde is hetzelfde als de verhouding. Dan is de vraag een decimale getal en een decimale getal is een komma getal. Je doet dus niks anders dan 1 gedeeld door 4. Oftewel een euro delen door 4 en dat is 0,25. Nu wordt gevraagd om procent, dat is dus boven gedeeld door onder, 1 gedeeld door 4 keer 100 is 25%. Het is sowieso handig als je weet dat 1 op de 4, 1 vierde, 25% is. Dan gaan we naar de tweede en daar staat 1 tweede. Nou, dan is de verhouding dus 1 op 2, die is nog niet zo moeilijk. Dan gaan we nou naar het decimale getal. Hoe gingen we dat doen? Boven gedeeld door onder. Sommige mensen hebben daar geen rekenmachine voor nodig, andere mensen wel, en dan kom je uit op 0,50. Dan wil je weten hoeveel procent is dat. 1 tweede is ook wel de helft, oftewel 50%. Mocht je dit niet weten, doe je boven gedeeld door onder, 1 gedeeld door 2 keer 100, 50%. Nou, bij de derde. Bij de derde staat er 0,40, dus dan weet je het decimale getal. En om daar procent van te maken, zagen we, moet je keer 100. Dus het decimale getal keer 100 is dus 40%. Ik zal even de tekens netjes achter zetten. 40%. 40% die moet je ook gaan opschrijven als breuk en als verhouding. Nou, wat moet je dan weten? Dat procent altijd betekent gedeelte van 100. Dus 40% betekent 40 van de 100. Dus de verhouding is dan ook 40 op 100. Nou, dat klinkt best raar, of dat ziet er best raar uit, omdat deze allemaal veel kleiner zijn. Nou, het klopt namelijk dat je een verhouding altijd moet verkleinen. En daarvoor kennen we als het goed is allemaal het rijtje om te kunnen verkleinen. Dat is het rijtje wat je ook kent van breuken. 2, 3 en 5, 7. Kunnen allebei door 2. Dus dan wordt het 20 op 50. Kunnen nog allemaal door 2. Dan wordt het 10 op 25. En dan kunnen ze nog een keer allemaal door 5. 2 op 5. Nou, anderen hadden misschien al gezien. Nou, Dirk, meneer Meegis. Dan kan ik gewoon meteen delen door 10. Dan kom ik uit op 4 op 10. En dan nog een keer gedeeld door 2. Maakt me niet uit hoe je doet. Als je maar op het goede antwoord uitkomt. En dat is in dit geval 2 op 5. Kan ik hier ook 2 op 5. 2 vijfde als breuk. Dan staat hier 12%. Nou, ik zei net al. Procent betekent altijd gedeelte van 100. Oftewel 12 op 100. Kan door de helft. 6 op 50. 3 op 25. Dus procent is altijd gedeelte van 100. Dit haal ik weg. 3 op 25. Dan is dus de breuk 3 en 25ste. En wat is dan het decimale getal? 3 gedeeld door 25, 0,12. Dan heb ik hier staan 1 achtste. Of sorry, de verhouding 1 op 8. Dus dat is dan 1 achtste. Decimale getal 1 gedeeld door 8 is 0,125. En als procent pakken we deze en die doen we keer 100. Ik denk dat het heel erg handig is als je deze stapjes weet, hoe je van breuk naar decimaal getal, naar procent en naar verhouding kunt omrekenen. Heel veel succes met het oefenen van dit soort dingen.